الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Geliefde broeders en zusters, vooral in deze tijd is het heel belangrijk om onszelf te herinneren aan ons essentie, om ons te herinneren aan wie wij daadwerkelijk zijn. Want soms door omstandigheden, door drukte, door tijdperk waarin wij leven, dat alles snel moet gaan en dat alles materialistisch is ingesteld, alles en iedereen materialistisch is ingesteld, is het heel belangrijk om even een stap terug te zetten. Of misschien zelfs, beter gezegd, een stap vooruit zetten. En naar jezelf te kijken. Diezelf de vraag te stellen, wie ben ik echt als mens? Wat is mijn essentie als wezen wat Allah geschapen heeft? Want dat is het begin van succes. Als je deze centrale vraag stelt, geliefde broeder, geliefde zuster, dan kom je tot de conclusie die jouw redding zal zijn. Zowel in dit leven als op de dag des oordeels. Als je een gezond verstand hebt en deze op de juiste wijze gebruikt en dit soort levensvragen gaat stelt, weet dat dit het begin is van jouw succes. Dat dit het begin is van jouw geluk. Zeker in tijd waarin wij denken dat geluk zich beperkt in materialistische zaken, in geld, in positie, in aanzien, in bepaalde materialistische zaken die ons omsingelen van alle kanten. Als je alleen maar naar jezelf kijkt, hoe zou je jezelf het beste kunnen beschrijven? Een advocaat, een rechter, een vader, een moeder. Wat is jouw identiteit als mens? Wat ben je? Eén ding die wij met elkaar delen. Eén ding wat onmisbaar is bij elke mens. Sterker nog, bij elke schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. Iets wat ons allen bij elkaar brengt. Zowel de rijken als de armen. De hoogopgeleide en de laagopgeleide. De koning en de standaard burger. Iedereen is gelijk als het gaat om behoefte hebben aan. Iedereen is behoeftig. En dat is wat de Koran duidelijk probeert te maken middels een prachtige vers waarin Allah de mensen aanspreekt, niet de gelovigen. En dat is opmerkelijk. Allah zegt, ja ayyuhan nas, o mensen, let op, word wakker. Ja, ayyuhan nasu antum jami'an. Jullie allen zijn behoeftig aan Allah subhanahu wa ta'ala. En als dat niet zo is, probeer dan met tegenovergestelde te komen. Probeer dat. Hebben we ooit iemand horen zeggen, ik zorg ervoor dat de regen neervalt. Of ik zorg ervoor dat de planten uit aarde komen. Of dat een boom vruchten gaat geven. Of dat water drinkbaar is. Niemand beweert dat. Dus van binnenuit geven we in principe toe dat wij behoeftig zijn. En dat er maar één schepper is die al deze zaken beheert en ons hiervan voorziet. Veel mensen denken dat dit leven een keer zal ophouden met de dood. En ik zeg nee, het leven houdt niet op. Het leven is eeuwig. Want dit leven is niet alles. Allah zegt in de Koran, wa inna dara al-akhirata lahiya al-hayawan. Als je denkt dat dit het leven is, dan heb je het mis. Maar het is maar een fase. Een fase wat tijdelijk is. Wat voorbij zal gaan en uiteindelijk van deze plek naar een andere plek moet verhuizen. Maar het houdt niet op. En daarom is het verstandig om juist bewust te zijn van dit soort kwesties en van dit soort vraagstukken die jouw succes bepalen en die jouw doelstelling of zelfs jouw eindbestemming bij Allah subhanahu wa ta'ala zullen bepalen. In deze tijd, geliefde broeders en zusters, denken wij dat de rijkdom zich beperkt in je saldo die je hebt op je bankrekening. En als wij de rijkste persoon op aarde zullen vragen, nadat hij te horen heeft gekregen dat hij maar nog een aantal uren te gaan heeft. Als je de rijkste persoon zou vragen, ga je dat geven? Of ga je hier afstand nemen in ruil voor zuurstof?
in ruil voor lucht, in ruil voor hartkloppingen, dan zal hij zeker daarvoor kiezen. Omdat de wereld, het leven in haar totaliteit, geen enkele waarde heeft op het moment dat je alles achter je moet laten. En daarom moeten wij beseffen, dat is de kernboodschap, moeten wij beseffen dat de rijkdommen niet in dit soort zaken zit. Echte rijkdom zit in begrip. Echte rijkdom zit in jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Dat jij de leiding hebt gekregen wat ultieme rijkdom is. Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons middels het boek van Allah, middels zijn woorden, geeft ons aan dat ons doel moet zijn. Zo'n soort rijkdom moet ons doel zijn, moet ons prioriteit zijn. Het is geen oproep om het leven achter je te laten 24 uur in de moskee te vinden. Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg, stel je prioriteiten op de juiste wijze. Probeer de essentie van het leven te begrijpen. Probeer te achterhalen wie jij als mens bent. Wat jouw eindbestemming zal zijn. Wat jouw doelen zijn, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Wil je de tevredenheid van Allah? Dan moet je daarvoor gaan. Wil je het paradijs bereiken, is niet verkeerd. Dan moet je daarvoor gaan. Als je iets tijdelijks wilt, dan is dat jouw keuze. Maar gebruik wel jouw verstand. Denk na. Allah geeft jou het verstand om na te denken. Afala ta'qiloon. Afala tatadabbaroon. Dat zijn allemaal goddelijke bevelingen als het ware om jou aan het denken te zetten. Denk na. Gebruik je verstand. Allah subhanahu wa ta'ala komt met het begin van de Koran, met dit bevel. In Surat al-Fatiha, die we dagelijks reciteren, die we dagelijks meerdere malen lezen in onze gebeden. In onze gebeden, in alles wat wij ondernemen, al-Fatiha staat centraal in ons leven. Met wat begint Surat al-Fatiha? Met lofprijzing, met dankbaarheid. Alhamdulillahi rabbil alameen. Dan is de vraag die je daarbij dient stellen voor wat? Alhamdu voor wat? Alhamdu komt meestal na dat er iets plaats heeft gevonden. Maar Allah geeft jou middels dit vers aan. Van dat jij altijd dankbaar moet zijn. Omdat jouw essentie als mens, dat jij behoeftig bent. Dus alles wat om jou heen gebeurt en alles wat met jou te maken heeft, is staat in teken van jouw behoefte aan jouw schepper. Aan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zegt Allah alhamd als stam. Niet als een werkwoord of als een zelfstandige naamwoord. Nee, maar als stam. Dus met andere woorden, elke soort lofprijzing of dankbaarheid, overal en voor altijd, is aan wie? Aan Allah subhanahu wa ta'ala. Om daarna, een paar versen later te zeggen, ihdina sirat al-mustaqim. Leid ons, let op, leid ons tot het rechte pad. Met andere woorden, deze behoefte is eigenlijk een reden om die hidayah te vragen, om die leiding te vragen. Leiding is niet dat je alleen maar 5 gebeden in de moskee gaat verrichten. Leiding is dat jij bewust dit leven doorbrengt. Opdat jou je eindbestemming op de dag des oordeels op de juiste wijze zult treffen. Ihdina sirata al-mustaqim. En het is opmerkelijk dat wij zien dat in deze dua meervoud wordt gebruikt. Want zoals jij beseft dat jij een behoeftige bent, besef je ook tegelijkertijd dat alle mensen zoals jij zijn. Dat ze allen behoeftig zijn zoals de Koran zelf beschrijft. En daarom zeg je, ihdina, leid ons allen tot het rechte pad. Dit is het begin van de Koran. Als we kijken naar het eind van de Koran, wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Die ons leert hoe wij ons toevlucht moeten zoeken. Hoe wij de leiding moeten vragen. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen de profeet. Qul, zeg, a'udhu bi rabbin nas. Zeg, ik zoek toevlucht bij de Heer van de mensheid. Let op, de Heer, niet de God. De Heer van de mensheid. Vervolgens zegt Allah, malikin nas, de koning van de mensheid. En vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ilahi, als derde, de God van de mensheid. En dan dienen we ons af te vragen waarom deze 3 gradaties, waarom dat deze 3 zaken achter elkaar komen, dan valt op
dat Allah subhanahu wa ta'ala eerst jou wilt herinneren aan jouw bestaan. Bi Rab. Wat betekent de Rab? Rab betekent Sayyid. Degene die jou, die controle over jou heeft. Degene die jou voorziet van alles wat je nodig hebt. Degene die jou opvoedt. Degene die jou groot heeft gebracht. Degene die jou van voedsel heeft voorzien terwijl je nog in de buik van je moeder bent. Degene die van vocht. Van vocht, geliefde broeders en zusters, jou als mens heeft gemaakt. خلق فسوى قدر فهدى. Dat is jouw schepper. En Allah herinnert jou aan deze essentie. Zeg, ik zoek toevlucht bij deze Heer. Die mij van niets tot iets heeft gemaakt. Die mij heeft voorzien van alles wat ik nodig heb. Bij Rabbi Nas, niet alleen maar van jou, van de gehele mensheid. Sterker nog, van de gehele schepping. Die we maar... Waarvan wij zo weinig van af weten. Kijk naar het universum. Kijk naar de planeten. Kijk naar de oceanen. Kijk naar aarde. Kijk naar de dierenrij. Kijk naar de vissen. Wonderbaarlijk. Je kunt het niet bevatten met jouw minimale verstand. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ. En vervolgens zegt Allah, de koning van de mensheid. De koning staat in teken van regels, van grenzen. Melikinaas, als je niet overtuigd bent dat hij jouw Heer is, dan moet het niet anders zijn dat jij je wel getuigt dat hij jouw koning is. Want de koning heeft bepaalde regels voor deze mensheid gewild. Dat je moet slapen, dat je moet eten, dat jij dient te kleden wanneer je het koud krijgt. Dat zijn allemaal regels die Allah heeft bepaald. Wie hebben we gehoord? Hebben we ooit iemand horen zeggen, ik ga me niet aan die regels houden. Ik ga voortaan niet meer slapen. Ik ga voortaan niet meer eten. Dat kan je doen, maar dan word jij ziek. Of je kan zelfs daardoor doodgaan. Heeft iemand ooit gezegd, ik ga niet meer drinken, is overbodig. Waarom heeft God dat gewild? Nee. Maar waar je wel een vrije wil in hebt, daar gaan mensen de mist in. Malikin Nas. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala ilahin Nas. Hij is niet daarmee begonnen om jou te leiden dat je zelf die conclusie gaat trekken. Dat zegt, als dit mijn Heer is, als dit de koning is van de gehele schepping, dan moet het niet anders zijn dat hij de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. Ilahi Nas. Om toevlucht te zoeken van het kwaad van de shaitaan. En het kwaad van de mens. In deze versen, of middels deze versen, probeert Allah subhanahu wa ta'ala jou te herinneren en jouw essentie als behoeftige. Om daarmee jouw contact met jouw schepper te verbeteren en te herstellen. En jouw doelen op de juiste wijze te realiseren. Dat is vandaag. Vandaag is een inleiding in dit onderwerp. En ik hoop dat wij volgende week, insha'Allah ta'ala, hiermee verder kunnen gaan met het bewonderen van de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe wij vanuit die tekenen die Allah voor ons heeft gewild, dat we dit concept wat ik net naar voren heb gebracht, beter gaan begrijpen. En om uiteindelijk een betere mens te worden, zodat we de nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala zullen bereiken. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharri ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma wa ajirna Allahumma minan nari bi'afwik wa adkhilna al-jannata bi rahmatik. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi an-nasa ajma'in. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi an-nasa ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين. هذه الأخت التي توفيت وتطلب من هذا الجمع الغفير الدعاء, نسأل الله سبحانه عز وجل أن يرحمها وأن يرحم أموات المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها, وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخت تطلب الدعاء لابتلاءات أصابتها, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها وأن يفرج عن جميع المسلمين. اللهم فرج عن جميع المسلمين. اللهم بارك فينا وبارك في أولادنا وبارك في جماعتنا وبارك في مسجدنا وبارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وأقم الصلاة.